Wacht, opnieuw. Ja, begin. Wij gaan speeddaten met de andere school. Dan ben je ook nieuwsgierig. Dan ga je doorvragen. Hè? Dan vraag je van, goh, van een mooie bril en hoe kom je eraan en hoe lang heb je hem al? Waarom doen wij mee, meiden, met deze? Omdat wij heel erg nieuwsgierig zijn naar de dorpsschool. Ja. Dus jullie vinden eten? Mijn vriend eet is lasagne. Mijn collega die is heel enthousiast met social media. Op het internet kwam hij de advertentie tegen en die heeft hem doorgestuurd. En we waren eigenlijk gelijk enthousiast. Ik vind het wel spannend dat ik andere kinderen kom. Wel spannend? Ja, omdat ze het nog nooit eerder hebben gezien. Het doel van de scholenruil is dat kinderen elkaar ontmoeten. En we mengen groepen. Die ogenschijnlijk tegenstrijdig lijken of anders lijken dan anders. En ik hoop dat ze erachter komen dat als ze met elkaar gaan praten en elkaar gaan interviewen, dat ze erachter komen dat er meer overeenkomsten zijn dan verschillen tussen de kinderen. Doe jij? De kapper? Ja. Waar komen wij vandaan, jongens? Uit Woerden. En hoe heet onze school? De Molly. Vandaag is het zover dat we de helft van de klas meenemen naar de andere school toe. En de andere helft komt hier naartoe. Sint-Michiel Schelstel. We gaan naar Zoetermeer. Ja, maar waar ligt dat? Wij zijn van Rotterdam en van een onbekende school. Wij komen uit Rotterdam en wij gaan naar Sint-Michiel Schelstel. En hier is ook wel mooi, deze omgeving. Zo'n kleine huisje, zo'n grote. Het is een mooie plek hier. Ons zijn dus best veel huizen en wonen niet zo dicht op elkaar. En hier zijn heel veel flats. Dus dat is wel een heel groot verschil. Het is wel een dorpsschool, maar het ziet er echt als een moderne school uit. Ja, ik vind het wel een mooie school. Samira vertelde mij dat je allemaal aparte lokalen hebt voor knutselen en muziek. Dag allemaal, welkom. Ik denk dat ze het project hebben bedacht om elkaar beter te laten kennen. Hoeveel informatie heb je? Hoeveel jaar ben je? Hoeveel broertjes of zusjes heb je? Heb je überhaupt broertjes of zusjes? Vind je het leuk om in een dorp te wonen? Ik vind wel dat het een leuk meisje is, dat ze wel lief en aardig is. Ik wil eerst vragen hoe die natuurlijk heet. Ik zal vragen, vind je het leuk op je school? Word je gepest? Of wat zijn jouw lievelingshobby's? Ik heet Eman, mijn achternaam is Chapa en ik ben 9 jaar oud. Ik ben Teun, ik ben 10 jaar. De eerste keer als we stoppen, ga je eens even elkaar vertellen wat je schoenmaat is en hoe oud je bent. Nou. Oh, ja, schoenmaat. Oké, met wie wil jij? Met Jaap. Met Jaap. Jaap, vind jij dat ook leuk? Oké. Gaan jullie ergens aan een tafeltje zitten? Meestal niet. S-R-O-A-L-D. Eigenlijk wat ik interessant vond, hij heeft eigenlijk geen geloof. Dat vond ik echt heel erg interessant. Bijna elke mens heeft een geloof. En hij niet. Ja, ik ken niet zoveel mensen met een geloof. Ja, hij eet veel anders. Rijst met kip heel vaak. Wij eten meer aardappelen en broccoli en bloemkool. Super, ik vond het een super idee. Omdat kinderen vaak toch niet in de gelegenheid zijn om kinderen in een heel andere situatie te ontmoeten. Leeftijdsgenootjes die er anders uitzien, die in een stad wonen of juist op een woonboot of waar dan ook. Welk geloof heb jij? Ja, ik ben Turks en ik geloof in alle God. En wat geloof jij? In Jezus. Wat mogen jullie wel en niet eten? Ja, wij mogen eigenlijk gewoon alles eten. De scholenruil van Samsung vond ik heel leuk, want je leert andere kinderen kennen. En die school heeft ook iets anders dan van ons. We hebben een hele grote school en ze hebben allemaal kinderen die uit een ander land komen. En dat vind ik wel leuk.
Ik vond het eigenlijk best wel leuk dat ze meedoen aan Samsam, want wij waren de enige klas die eraan meededen en dat vond ik wel leuk. Eigenlijk zijn we hetzelfde, alleen we zitten op een andere school en we spreken een beetje een ander accent. Ja. Nou, er zijn veel mensen die een donkere huid hebben en het is gezellig en ze hebben hier een trap of een bovenverdieping en dat hebben wij op school niet. Hallo allemaal. Ik ben Sarah Ars en ik ga vertellen over wat vandaag. We hebben in ieder geval één reportage gedownload in de Records Club. Klik je op reportage, gaat die uploaden en dan staat hier de video. En nu ga ik het hebben over de dieren. Ze vindt een hert wel leuk. Ik denk dat we best nog wel vaak terug kunnen grijpen naar dit project. Ook bij geschiedenislessen, waarbij volken wel eens met elkaar in conflict komen omdat ze elkaar te slecht kennen of elkaar te slecht begrijpen. En ik hoorde dat jullie ons gingen uitzwaaien. Ja, nou jullie heel erg bedankt voor het bezoek, want het hartstikke fijn. Ja, wij ook. Ja. En wie weet houden we gewoon contact en wie weet komt jullie nog wel eens een dag als jullie op zee zitten volgend jaar. Wie weet. Ja. Zou leuk zijn. Toch? Het is zeker een geslaagd project en ik kan dat eigenlijk al een beetje meten door de enorme veel reacties van scholen die zeiden dat ze mee wilden doen. Natuurlijk, het is altijd heel leuk om bij iemand anders in de klas te kijken. Als je elkaar gewoon goed kent en ze met elkaar vrienden maakt, dan kan je gewoon met elkaar spelen. Baklava, wat is dat? Het is wel heel lekker. Willen jullie het uitdelen?